Vanessa Valk is een van de spoedeisende hulpartsen van het Haga ziekenhuis. Zij zoekt nieuwe collega's. Het Haga ziekenhuis is een van de drukst bezochte SEA's van Nederland. Het is een level 1 traumacentrum en heeft een eerste harthulp en hersenhulp. Als SEH-arts coördineert Vanessa de eerste opvang van patiënten. Ze is duidelijk herkenbaar aan het rode hesje. De SEH-arts is een belangrijke schakel in de acute zorg. Dus we hebben besloten om het SOS-team bij elkaar te roepen voor deze opvang. Ze heeft een centrale rol bij de opvang van alle vitaal bedreigde patiënten. Ze diagnostiseert en behandelt ook zelfverwijzers en 112-meldingen. Mijn voorstellen zijn om direct naar de scan te gaan. Ben jij het daarmee eens, Kees? Ja, kan je ook even... Dat doet ze in nauwe samenwerking met de poortspecialisten van het ziekenhuis. Het Haga ziekenhuis is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met maar liefst 23 medisch specialistische opleidingen, waaronder die voor SEA-arts. Het Juliana Kinderziekenhuis is op dezelfde locatie als het Haga. Op de kinderspoedeisende hulp worden jaarlijks 20.000 kinderen gezien. De dienst zit erop. Het weer is goed. Vanessa gaat met collega's nog even naar het strand. Word jij hun nieuwe collega? Solliciteer. Ga naar werkenbijhaga.nl of bel op 070 210 2060.